Dit is een fantastisch boek waarin heel weinig woorden, het is hartstikke dun, je leest het in een uurtje uit. Eigenlijk de essentie wordt weergegeven van vooroordelen en intolerantie en hoe eenvoudig het is om, om daar overheen te stappen. Meneer Ibrahim is een islamitische meneer, die heeft een 24/7 winkeltje, een supermarkt, en is altijd in zijn winkel. En lijkt een eenvoudig bestaan te hebben, maar is een man met een diepe geest. En de hoofdrolspeler in het boek is een Joods jongetje die eigenlijk zijn hart opent voor deze man. En een brug slaat tussen de Joodse cultuur en de islamitische cultuur. En het laat op heel inspirerende wijze zien hoe makkelijk het is om je vooroordelen opzij te zetten. En om dan werkelijk te zien wie er tegenover je zit. En wat hij te vertellen heeft en wat er in zijn hart leeft. En het boek heeft mij geïnspireerd om dit ook te gaan doen. Mijn hart te openen, mijn vooroordelen opzij te zetten. En op die manier echt in contact te komen met andere mensen. Ik heb meneer Ibrahim nooit ontmoet, maar wel heel veel andere inspirerende mensen. Dus heel prachtig, mooi boek.